Een vinylplaat was ook ten dode opgeschreven, 20 jaar geleden dat de cd uitkwam en de cassettespelertjes en zo. Ja, vinyl is weer hip. Dus ik geloof wel nog in papier, omdat als je iets in je handen hebt, op je gemak in de zetel, dat is altijd aangenaam. De gemiddelde gamer heeft zoiets van, waarom zouden wij betalen om iets te lezen over een game? Als we het gratis kunnen vinden op internet, als we kunnen streams gaan bekijken via Twitch, als we kunnen video's bekijken op YouTube. Dus dat betaalmodel van een printmagazine, dat is sowieso eindig. Ik persoonlijk heb wel een voorkeur voor print, zowel voor magazines als voor foto's. Ik vind dat nog altijd dat zo zijn eigen charme heeft. En als ik in een winkel loop, of het nu een supermarkt is of een krantwinkel, dan koop ik toch nog altijd liever iets materieel. Mijn naam is Ben Alosseri, ik ben hoofdredacteur van Invader Magazine en ik heb heel lang voor Official PlayStation Magazine gewerkt. Ik ben Hanna Wijmeels, ik ben 26 jaar en ik ben fotograaf in bijberoep. En sinds kort ben ik een eigen magazine opgestart, Compose Magazine. En dat magazine is eigenlijk bedoeld voor de creatieve persoon. Ik ben Steven de Dapper, ik ben bijna 50 jaar. Ik ben uitgever met de Promeet, maar ook uitgever met een tweede firma, de Zettering. Ooit waren magazines een van de belangrijkste bronnen van informatie. Tegenwoordig kunnen we zeggen dat het internet die rol heeft overgenomen. Toch ben ik ervan overtuigd dat magazines een rol zullen blijven spelen in onze maatschappij. Magazines kunnen mensen entertainen, kennis bijbrengen en ontspanning bieden op manieren dat het internet dat niet kan. De Promeet hebben we 4 jaar geleden gestart, samen met een vennoot, Tony. Dat is een magazine die we op de markt gebracht hebben, eigenlijk om te maken dat de kleine zelfstandigen terug weer kans hebben om op een kwalitatieve manier en ook betaalbare manier zich kunnen presenteren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om als je met iets nieuws begint, een nieuw magazine of het is gelijk wat, dat je eigenlijk met een totaal nieuw concept start. Niet iets achter doen, want ja, dat lukt gewoon niet. Je moet eigenlijk verfrissend iets nieuws brengen en ook durven focussen op bepaalde dingen. Official PlayStation Magazine was eigenlijk een maandblad over PlayStation en dat was ooit gestart als marketing van Sony PlayStation. Hè. Die hadden iets nodig om hun doelgroep te bereiken, hè. De consolegamers, en er was nog bijna geen internet. Er waren geen social media, dus er was een magazine oprichten. Of opstarten toch het beste. Ik ben gestart bij OPM toen dat het lezersaantal gigantisch groot was. Ik denk dat wij maandelijks hadden wij een verkoop van, denk ik, 50.000 lezers in België en Nederland. En dat was toen heel veel. Hè. Printmagazines waren toen eigenlijk de enige media. De enige manier om informatie te krijgen over videogames. Over de jaren is dat gewoon naar beneden gegaan. Hè. Het heeft zo... De grootste dreun heeft ons bereik gekregen met de komst van websites. En dan met de komst van social media hebben we dan nog een keer een grote daling gezien. Ik denk dat we van 50.000 uiteindelijk naar onder de 10.000 zijn gezakt. Veel grote magazines hebben het moeilijk, maar tegelijk zien we ook dat enkele kleinere nieuwe projecten geboren worden. Dit zijn de zogenaamde independent magazines. Ze hebben het voordeel dat ze onafhankelijk zijn en op die manier hebben ze minder vaste kosten. Vaak is winst maken ook helemaal niet het ultieme doel. Dit was het geval bij Hanna Wijmeels. Zij begon in 2019 met Compose Magazine uit haar liefde voor print. Ik ben met Compose Magazine gestart omdat ik het werk van fotografen, make-up artiesten, modellen, stylisten erin wou verwerken. Ik wou ze de kans geven om hun werk te tonen en ook echt toegankelijk zijn voor de kleinere creatieve persoon. Wat de meeste bladeren gaan dus eigenlijk huis aan huis bedelen. Wij gaan dat niet doen. Wij leggen ons magazine bij de bakker, bij de beenhouwer, traiteur, vishandel. Door dat op die manier te doen, is dat we eigenlijk de afvalberg eigenlijk ook een beetje sparen. Er is zoveel papier niet in de omloop. Wat ook zo eigen is aan ons magazine, is dat wij niet zomaar artikelen opnemen die ons toegestuurd worden naar de redactie, maar dat wij eigenlijk zelf voor de redactie zorgen. Dus wij hebben een achttal mensen die samen met ons in feite het magazine redactie vormgeven. Heel belangrijk is dus dat eigenlijk die verankering in de streek. De enige kosten die ik heb zijn de drukkosten. Zelf werk ik ook niet met een hele grote voorraad. Ik laat enkel een magazine drukken als er een bestelling plaatsvindt. Want ik ben er uiteindelijk mee gestart, niet met het idee om het echt
te gaan verkopen, maar eerder als tijdverdrijf eigenlijk, gedurende de winter. Maar ja, het ging uiteindelijk toch beter dan ik had verwacht. Het grootste probleem dat je eigenlijk had als magazinemaker toen, bijvoorbeeld voor het maken van magazines, is dat je eigenlijk niet weet of dat je content dat je maakt in dat magazine, dat scoort of niet. Nu zijn we volledig geëvolueerd naar een soort van contentmodel, waarbij dat we iets schrijven op internet of in ons digitaal magazine. En dat we meteen feedback hebben van, ja, scoort dat of scoort dat niet? Vindt de lezer dat goed of niet? En vroeger had dat allemaal niet. Vroeger maakte een maandblad en dat werd dan gedropt in de winkels. En nog een keer een maand of twee maanden later kregen we dat cijfers van terug, hoeveel het verkocht. Dat was het, hè. En dat was wel iets, als je dat achteraf op bekijkt, is dat wel zoiets... Toen was dat normaal, maar nu is dat zo ondenkbaar. Dat je eigenlijk 120 pagina's schrijft en maakt. En eigenlijk is dat zo'n soort van ivoren torenmentaliteit, laat het me zo zeggen, waarbij dat je niks van feedback van de lezer hebt. 10 jaar geleden was die sociale media nog niet zo sterk. Facebook pakt heel veel reclames weg, Instagram ook. Maar aan de andere kant geloof ik niet in de sterkte daarvan. Nu, als je dat over Hans België een reclame post, ik kan me voorstellen dat je dat echt wel reactie hebt. Maar lokaal denk ik dat een papier nog altijd het sterkste is. Mensen pakken het mee. Het staan interessante artikelen in. En zo ontdekken ze eigenlijk ook nieuwe winkels die ze anders nooit zouden binnenlopen. We zien me eigenlijk ook wel in de laatste jaren. Gaat er al rap een keer een bakker erin staan. Omdat ze zien, het wordt goed meegenomen. En de mensen zijn er echt wel over bezig. Eigenlijk verkoopt de Promeet zichzelf. Op dit moment werken we nog niet met adverteerders, maar in de toekomst denken we daar wel over na om dat te doen, omdat het dan ook de drukkosten een beetje zal verkleinen, want het kost enorm veel voor 1 exemplaar te laten drukken. Ik denk zeker wel dat het rendabel kan zijn, maar dan moet je er echt 100% op kunnen focussen. En dat is misschien wel iets wat ik in het begin een beetje onderschat heb, is dat er heel veel tijd in kruipt. Ja, om rendabel te zijn, moet je echt kostenbesparend werken in feite. En dan kijken we ook altijd voor zoveel mogelijk zelf te doen. Dus wij zorgen zelf voor de verdeling naar de verdeelpunten. Als aanvullend medium denk ik dat print wel goed kan werken. Hè? Als, ik vind echt een goede marketingtool voor uw klant of uw potentieel klant te gaan informeren. De magazine is nog altijd leuk om te lezen. Hè? En het is een hele goede manier voor te gaan informeren. Maar betalend maken, waarbij dat je maandelijks of wekelijks echt nog moet geld gaan neertellen puur voor een magazine. Daar zie ik op dit moment weinig toekomst in. Na zijn vertrek bij OPM heeft Ben samen met een collega een nieuw digitaal magazine opgestart, Invader. Invader Magazine is eigenlijk ooit gestart als een beetje de verderzetting van OPM. Hè. Wij zijn bij OPM vertrokken toen dat het bestond nog. En dan hebben we gezegd van kijk, we gaan niet gewoon afwachten, we gaan overstappen naar een andere uitgever. En daar gaan we eigenlijk een soort van nieuw magazine gaan ontwerpen. Eigenlijk een soort van nieuwe vorm van een digitaal magazine, want digitale magazines die toen bestonden, dat waren gewoon de printmagazines in een platte PDF. Waarbij dat je gewoon kon swipen tussen de pagina's en dat vonden wij echt belachelijk. Dus wij dachten van kom, we gaan dat proberen, we gaan iets nieuws op poten zetten, we gaan experimenteren met bepaalde software om eigenlijk allemaal interactieve elementen er gaan insteken. Het voordeel aan een independent magazine is sowieso ten eerste dat ik zelf alle beslissingen neem. Ik heb ook geen personeel waar ik rekening mee moet houden, die ik ook niet moet betalen. Het is ook een eigen tempo dat ik zelf creëer. Ik beslis en ik bepaal zelf wanneer ik een nieuw nummer lanceer. En dat is helemaal anders dan bijvoorbeeld een heel grote uitgeverij waar er heel veel mensen aan één bepaald magazine werken. We kunnen dus besluiten dat de klassieke magazines lezers verliezen. Daartegenover zien we dat independent magazines die unieke content leveren sterk aan populariteit winnen. Daarnaast hebben ook digitale en interactieve magazines een enorme boost gekregen in de afgelopen jaren. Het is door ambitieuze magazinemakers als Steven, Ben en Hanna dat de toekomst van magazines er best rooskleurig uit kan zien. Ze doen wat ze doen, omdat het hun passie is. Ik geloof wel, er is altijd een weerbots. Dus als er ergens iets negatiefs gebeurt, iets vermindert, komt er altijd iets nieuws positiefs uit. Dus ik denk wel dat papier nog gaat blijven bestaan. Maar met de kwaliteit en met de zorg en met de kennis van de graficus ook voor dat op een hele mooie manier te brengen.